bazige kijkers van de Gamer Games. En welkom bij deze nieuwe GTA 4 video. Oké. We gaan hier verder. Hier staat een pijl, dus ik loop over die pijl. En dan krijgen we weer een filmpje natuurlijk. Waarom zou het weer eens niet zo zijn? Altijd filmpjes. Hey Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. Nou, I'm proud of you. Good. Eens even kijken. Ik zal wel weer mijn mond houden natuurlijk. Oh wauw, een cowboy. Yeeha! Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, hey, meet my girl Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. Little delicious. Oh. A little connection. Mikhail. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, yeah. You can have your Alta Katrina. Come on. Not no that. Deal. Private. Girls, that's can you give sure. us a minute, huh? Please. Okay. Oh, get out of here. I see. Keep it warm. Later, I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the pot. Lenny! He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, get him. Are you sure? Sure. No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bonn. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please, don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. Oké. Nico heeft weer een mooi klusje. En hij gaat weer in zijn mooie auto natuurlijk. Het is echt, ik vind het een mooie auto. Ik ga hem zo goed mogelijk mee rijden. Want ik wil niet dat deze auto kapot gaat. Want dit is gewoon een super bazige auto. En bazige dingen, die mogen blijven van mij. Haha. Oh, net zoals jullie. Jullie zijn ook baas. Oh, shit. Het ging alweer fout. En dat is, en jullie zijn baas, toch? Ik vind dat jullie baas zijn, hoor. Al die likes. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, eens even kijken, waar moeten wij naartoe? Oh. Die auto's slippen wel heel snel als je het een beetje te hard rijdt. Dat is best wel vervelend. Kan je niet zo heel hard rijden. Ja, maar dan moet je rechtendoor blijven rijden. Dan kan je niet van die... Oh, oeh. Ik ga hier ietsje zachter rijden, want zometeen gaat mijn auto helemaal kadoek. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Haha. Even kijken, moeten wij deze brug helemaal over? Dat meen je toch niet? Is het zo ver rijden dan? Het is helemaal op het andere eiland. Oh. Gaat dit goed komen dan? Gaat dit goed? Oh nee, dit is... Is het nou... Dit... Ja, de... Ik ken dit stukje. Of tenminste, ik heb dit in free mode wel al eens gespeeld. En hier heb je van die tolhuisjes. Dan moeten we $5 gaan betalen. Maar dat wil ik niet. Ah.
Dat vind ik echt vervelend. Nu moeten we en in de rij staan en $5 betalen. En misschien nog eens naar de overkant van het andere eiland. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want dat is zo ver rijden. Nou, hier. €5, alsjeblieft. Nou, huppakee. En wat... Oh, wat was dat nou? En volgens mij... Oh nee, we moeten toch niet naar het andere eiland. Of wel? Weet je wat, laat het maar. Hoe gaan we hier doorheen? Ik ga het gewoon proberen. Haha, zo. Dat ging lekker. Oh, oeh, wat is dit dan? Dit gaat stijl naar beneden. Oh, dat is ook nog eens een keer een lekkere weg, zeg. Ik dacht niet dat ik op een tolweg zat. Daar betaal ik geen $5 voor. Kom op, zeg. Dat wat? Oh, dus nu moet... Oh, wacht. Die TomTom snap ik soms echt niet, hoor. Echt niet. Die TomTom die heeft soms een beetje rare kuren. Nou. Oh, hier is Lenny ergens. Oh, die met zijn koffer zeker. Ik denk dat dat deze is met die koffer. Even uitstappen. Even kijken, dan pak ik mijn pistool en dan... Ja, dat was Lenny. Zo. Of was dat... Dat was Lenny niet. Shit, meen je dit? Nee! Nee. Oh, nu was ik bijna gearresteerd. Wat is dat, Lenny? Ook niet. Wat? Waar is die gast dan? Oh shit, nu zit ik echt in de problemen. Shit. Waar is die gast dan die ik moet hebben? Uh-oh, dit komt niet goed. Waar is die gast? Is dit hem? Waar is die gast? Serieus? Oh, ik heb nu echt dingen nodig ofzo. Dit komt echt niet goed. Shit! Waar? Nee! Shit! Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Waar was die gast? Ik dacht dat het die met zijn koffer was. Dat dacht ik echt. Nou, even... wij gaan deze restarten natuurlijk. Replay. Ga je me nou ook nog eens aanrijden? God. Ik zei niks. Ja, waar moet ik nu mijn message zien? Try again. Ja. Huppakee. Goed zo. Oh, nee. Ik dacht echt dat het die met zijn koffer was. Oh, nu moet ik ook... Nee, nu ben ik mijn auto kwijt. Dan meen je toch niet? Moeten we weer helemaal gaan rijden? Nee. Kom op, zeg. Dit is niet... En nu zijn er geen auto's meer. Oh, wacht. Daar is een auto. Ho. Stop. Slow down, please. Bam. Oké, geef me gewoon je auto. Ik vraag gewoon... Weet je wat? Ik stap gewoon... Weet je wat? Kom hier. Nee, niet de hele taxi. Oh, Nico. Serieus? Ik wilde gewoon achterin stappen, zodat die man in de taxi ons naar daar kan rijden. Nee. Zit ik nu nog? Ik zit vast. Oh nee, toch niet. Dat zou wat zijn. Oh, maar het gaat eigenlijk niet goed nu. Nee. Nu ben ik mijn auto. Oh nee, toch. Dit meen je niet. Oh, mensen. Kom op. Dit is niet leuk meer.
Oké, geef me auto. Nu. Geef me auto of taxi. Ik wil taxi. Ik heb geen zin meer om daar naartoe te rijden. Oké, geef me jouw auto. Geef me auto. Oké, kom. Ja, ga er nou maar uit. Even omdraaien. Kom op. Ik heb haast. Wat? Nee, nu zit de politie ook nog achter ons aan ook. Oké, rij je dan maar. Rij je, Nico. Yeho. La 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 la. En oké, deze wordt echt goed hoor. En oh, nou, ik vond het niet slecht, moet ik zeggen. Ik vond het echt niet slecht. Oh nee, ik moet zo meteen tol gaan betalen en dan zit de politie nog achter ons aan. Shit, dat wordt niet goed. Hoe ga ik dat oplossen? Oh wacht, ik stop gewoon hier even. Of ik krijg gewoon... Oh nee, wacht, stop. Dan raken ze me kwijt als... Yeah, we zijn ze kwijt. Mooi gedaan. Kijk, en daar stond de politie. Daar beneden. Die stonden ons op te wachten. Als ik maar verder was gereden, dan hadden ze mij gezien. En dan moest ik nog verder ontsnappen. En dan kon ik geen tol betalen. Oh, dat meen je toch niet. Oh, meen je dit? Kom op, moet je nou toch eens kijken, zo'n lange rij, daar heb ik toch geen zin in. Oké, rijden. Bam. Hoppakee, ik betaal tol. Hup. Oké, mooi, dank je. Zo, dat was eigenlijk best een slimme tactiek om tol te betalen. Ik krijg gewoon die auto's, die rijd ik gewoon naar voren door het poortje heen. En dan ben ik aan de beurt. Haha, heb ik goed opgelost, vind ik. Ja, ik vind dat ik goed heb gedaan. Gaat hij nou weer al die gast bellen? Dat deed hij de vorige keer ook al. Nou, nu ga ik even de andere kant op, want nu weet ik ongeveer waar ik moet zijn. Even kijken hoor, waar moest ik ook weer zijn? Hier. Oké, nou, wie is het nou? Wie is het nou? Hè? Of moet ik in een gebouw? Is dit... Moet ik hierin? Hè? Ik weet het echt niet, hè? Ik weet het serieus echt niet. Wat moet ik hier nou doen? Ik weet echt niet wat ik hier moet doen. Wat is nou de bedoeling? Ja, ik zit... Moet ik hier naar boven misschien? Oh, wacht, nu weet ik het. Ik weet het al. Hij had het net over een platform. Oh, shit. En platform betekent in het Engels perron. En kijk eens wat hier is. De trein. Dus ik weet al. Maar ik dacht natuurlijk, omdat dat rode bolletje daar op de dingen staat, op de radar, dacht ik dat ik hier moest zijn. Of daar beneden bedoel ik. Dus ja. Ik wist niet dat ik naar boven moest. Had dat dan even fatsoenlijk aangegeven of zo? Nou. Oftewel, ik moet ze gewoon doodschieten. Oh, nee! 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 Dit meen je niet. Nee! Serieus? Oh, deze is zwaar. Deze is echt heel erg zwaar. Oh, mensen. Nou, weet je wat ik doe? Ik ga niet meer laten zien dat ik daar nog naartoe rijd. Ik skip even dit stuk tot ik daar weer ben. En dan gaan we het nog een keer proberen. Dus dan zie ik jullie zometeen weer terug. Tot zometeen. Yo, mensen. Daar ben ik weer. En, oh, nu loop ik weer tussen die trap door. Oh, waarom? Ik ben weer teruggereden naar hier. En
Ja. We gaan het nog een keer proberen. Ik hoop dat het nu wel lukt. En Nico, spring niet voor de trein. Oh, dat was eigenlijk best wel een groot... Ik zag hem eigenlijk ook niet aankomen. Ik had het niet verwacht. Echt niet, maar hij liep ook nog naar die erover, zeg maar. Dus ik wil hem achterna. Maar dat ga ik even nu niet doen, want die trein die komt. Tenminste, dat denk ik. Daarnet zag hij er anders uit. Oh, hey, nee. Ik moet wel je wapen pakken, Nico. Nee. Ga niet dood, Nico. Doe even normaal. Oh, ik ga weer dood, hè. Als dat zo is, dan stop ik ermee. En dan doe ik deze missie wel als ik... Ja, gewoon niet tijdens de opnames, want anders gaat het wel erg lang duren. Nee. Volgens mij is het gelukt, hè. Het is gelukt. Oké, nu moet ik weg. Nu moet ik echt een heel snelle auto vinden. Oh, ja, snel. Opslaan. Yes, en we zijn dan de politie kwijt ook. Geweldig. Nou, zo moeilijk was het eigenlijk niet. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel lukken. En het zou fijn zijn als het in één keer kan. Nico, do you know what you have done? Oh, ga nou... Oh, moet ik natuurlijk weer wachten tot hij klaar is met bellen. Oh, jeetje toch. Weet je wat ik doe? Na dit telefoontje... Dan stop ik deze aflevering, want anders duurt die denk ik erg lang. Dus ik rij alvast even. En dan ga ik gewoon terug naar huis, zeg maar. Naar het huisje van Nico. En dan sla ik op en dan stop ik gewoon weer. Maar ja, welke kant moet ik nou eigenlijk uit? Even kijken. Ik wil naar huis, dus dan moet ik... gewoon hier, oké. Ik weet het daar wel ongeveer, hoor. Zo, ga maar gewoon daar naartoe. Oh, dat is, ik ga dus al de verkeerde kant uit. In ieder geval, dan sluit ik hier nu de aflevering af, want anders gaat het. Moet ik nog naar boven ook? In ieder geval, ja, anders gaat het gewoon te lang duren. Dus, dan vraag ik jullie om natuurlijk even even te abonneren. Ja, abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En geef, dat wilde ik eigenlijk net al zeggen, maar dat moet je nu pas doen. Geef natuurlijk ook even een like, dat is hartstikke fijn natuurlijk. En en geef even een comment. Ja, doe dat maar ook even. Zeg maar iets leuks. Want jullie zijn gewoon bazen, dus jullie kunnen dat wel. Jullie kunnen groene duimpjes geven, jullie kunnen abonneren, jullie kunnen ook comments geven. Dus ik ga echt geen tol meer betalen, hoor. Scheisse eraan. Hoppakee. Zie ik jullie graag weer terug. De volgende keer weer bij een nieuwe GTA 4 video. En dit los ik nu al op. Doei.